Shitters je hey, de steek. De topkeer. Zitten Jopie en Henkie van Topkeer er weer in? Dat is best wel grappig, want inderdaad, Richard Hammond zit erin. Ja. James May zit erin. Maar... Jeremy Clarkson hoor je niet. Nee, die mocht niet meer. Florian Houtkamp. Nino de Vries. Ja, heel in één keer goed. Wat kom je doen? Ik kom even lekker Forza spelen. Jij bent de Forza man. Zeker, ik heb hem gereviewd. En er zit zoveel pracht en praal in. Ja? Moet ik even showen. Eye candy? Zeker, eye candy to the fullest. Even kijken, dit is geen mooie auto. Waarom, wie rijdt er nou in godsnaam in zo'n auto? Dit is sowieso een hele vette auto. Maar ik rijd zelf in een Clio RS. Maar mijn oude RS die zit er helaas niet in. Dus ik pak gewoon de nieuwe Clio RS. Wat is het verschil? Dus gewoon nieuwer. Deze komt uit 2014 en die van mijn kant uit 2005. Oké. Dat is een verschil. Gun me met die poets met die car. Dit soort shots zijn echt een soort van... Dat is waar Forza om draait. Carporn. Echt die autoporno inderdaad. Dit ziet er zo vet uit en het is ook in die Auto Vista natuurlijk. Ja. Voordat je in de game komt zie je altijd je auto die je als laatste hebt gekozen en daar zie je dat. Cool. Meteen even een klein nadeeltje voordat we echt gaan racen. Dit is het hoofdmenu. Ja. En ik scroll er gewoon even doorheen. Het ziet eruit als het Xbox menu. Dit is... Hey, Microsoft Surface. Dit is zo... Dit is een hoop. Fucking uitgebreid en zo onoverzichtelijk. Mods? En... Kan je mods downloaden? Nee, het zijn niet de mods die jij denkt dat het zijn, zeg maar. Auto's spuiten. Dit is best wel een beetje onoverzichtelijk of zo, maar goed, dat is een mineneuk. Het is een hoop om in te nemen, inderdaad. Ja. Dus laten we gewoon een stukje carrière doen. Ja, laten we een stukje. Dit is wel tof om te laten zien. Je hebt gewoon natuurlijk je career waarin je... Je hebt normaal amper gespeeld, man. Nee, ik heb heel veel gespeeld. Hier heb je de showcases en deze zijn echt verrot moeilijk. Nou, doe maar. En dit is echt allemaal verschillende soorten shit. Dus je hey, de steek. De topkeer. Zitten Jopie en Henkie van Topkeer er weer in? Dat is best wel grappig, want inderdaad, Richard Hammond zit erin. Ja? James May zit erin. Maar... Jeremy Clarkson hoor je niet. Nee, die mocht niet meer. Dus ik weet niet of ze hem eruit hebben gehaald, of dat ze het nooit hebben opgenomen. Want wanneer was het hele gezeik? Dat precies, ja. Dus misschien zomer. Was er een dealtje met BBC en hadden ze dat al opgenomen. En hoe hebben ze dat eigenlijk met de serie opgenomen? Opgelost? Ik heb al een tijdje niet meer gekeken. Ja, die is gewoon gestopt. Ja. Dus die allerlaatste uitzending waren de allerlaatste stukjes die ze nog hadden. Ja? Dus ze bij elkaar gepropt in een lange uitzending en that's it. Nou, dat was het dan ook. Dan denk ik dat ze niet Jeremy Clarkson hebben geprobeerd te vervangen of zo. Dat was natuurlijk niet te doen. Nou, dus hij zit ook niet in de game. Het is lekker bij de hand. Maar goed, we gaan gewoon even wat... Maak ze daar grapjes over? Dat zou ik wel des topkeers vinden. Nee, tenminste dat heb ik nog niet echt meegekregen. Dat ze elkaar per ongeluk Jeremy noemen en dat soort dingen. Het zou wel tof zijn. Hot hatchbacks. Heb jij een hot hatchback? Ik heb een hot hatchback. Wat is het verschil tussen een hot hatchback en een gewoon? Of is het gewoon... Een hot hatchback zijn de RS, de GTI'tjes, dat soort dingen. Oh, terwijl je niet achterin uitvoering. Kan zitten. Up, zoiets, ja. Precies, ja. Als je een cuponderstel hebt. Dat is dingen voor de niet ingewijden. Florian rijdt dus in zijn auto, maar Florian die heeft een cuponderstel, zeg ik goed? Ja. En daardoor, hij heeft wel een achterbank, maar er mag niemand op zitten, want dan zakt zijn auto door. Zoiets, ja. Dus elke keer als Florian met de auto op de redactie is en iemand vraagt, hey, kan je me even lift geven naar dit of dat? Er kan of... één persoon mee. En dat is het. Op Gamescom elke keer weer lachen. Maar je hebt toch twee? Nee, ja, nee. Samuel zou nog net kunnen, denk ik. Oh. Cool, here we go. Er zitten ook nu nachtracers ik zie het, ja. In Forza 6. Voegt dat veel toe of is het alleen maar gratis? Dit was even een complimentje wat we daar zagen, of niet? Inderdaad, ja. Je doet het lekker. Dit zijn mods, waar jij het net over had. En dit zijn Loot Raider, Nee? Een naakt in die auto. Een naakt in de auto. Wat hebben we nog meer? Combat mod. God mode. Counter-Strike. Zit Counter-Strike erin? Nee, ga ik uit. Maar dit zijn dingen die je kan kopen. Het zijn modpacks. Mm-hmm. En daar heb je verschillende gradaties in, tot en met 3 ton. En hoe hoger je pakt, hoe meer kans je hebt op super vette mods. En je kan er natuurlijk ook echt geld voor betalen. Nee. Nee? Ja. Oh. Dat doe je echt met in-game credits. Nee, ja, maar kan je niet in-game credits kopen? Kan je niet een manier kopen om sneller credits te verzinnen? Dat was er voor niet, 5 euro. Niet in-game. Misschien kan het wel op de store. Maar laten we straks niet... aan het einde even kijken. Ja, dat zou best kunnen. Ik heb Forza 5. Ik vind Forza Horizon vind ik altijd geniaal. Forza, ja. De normale Forza's. Ik ben niet zo car nut. Ik heb heel veel respect voor hoe mooi die games gemaakt zijn. Maar ook Project Cars. Het is allemaal net te hardcore voor mij. Ik heb ook geen rijbewijs. Ja. Maar ik sta me nog wel bij van Forza 5 dat er redelijk. Natuurlijk zaten er heel veel microtransacties in. Maar ook inderdaad dat je sneller credits kan auto's verdienen. Inderdaad kopen. Gewoon met extra knaken, of met echte knaken en dat soort shit. Maar anyway. Is dat minder geworden in Forza 6? Ja. Oké, gelukkig. Ja. Dus dat is wel cool.
Dit kan je voordat je race begint, kan je deze kiezen. Je kan er maximaal 3 kiezen. Ja? Dus bijvoorbeeld deze. Als je deze kiest, dan zet je traction control en je stability staat uit. Ja? Je hebt 15% minder grip. Ja. Maar als je dan eerste wordt, krijg je 50% meer credits. Dat is slim. Weet je, dus dat soort shit. Je kan ook crew dingen gebruiken. Dus nu plus 9% grip, plus 3% vermogen. Maar gaat dat ten koste van iets? Nee. Maar je kan er maar 3 gebruiken. Je kan er maar 3 gebruiken. En deze kan je onbeperkt gebruiken. Dus die kan je zo vaak gebruiken. Die kan je elke race gebruiken. Sommige dingen kan je maar 1 keer gebruiken. Dus je hebt bijvoorbeeld een mod dat je 3 plekken opschuift op de starting grid bijvoorbeeld. Dus dat je in plaats van 15e begin je 12e. Oh ja. En dat kan je maar 1 keer gebruiken. Ik zie dat je 2 lege modvakjes hebt. Ja. Heerlijk dat Nederlands. Een lege mod, ja, dat is die shitty Xbox. Maar goed. Ik heb er nu eentje ingesteld. Inderdaad, die gebruik ik altijd. Plus 20% remmen en plus 5% vermogen. Heel fijn. Maar goed, let's get it on! Yeah, yeah. Heb je met een wieltje gespeeld? Hebben ze een stuurtje gespeeld? Ja, het is heel kut. Ik heb een heel vet stuur thuis. Ja. Die is alleen voor de PS3, de PS4 en de PC. Ah. Dus deze game heb ik helaas met controller mee moeten spelen. Niet dat het heel vervelend is, maar het zal wel vetter zijn met stuur inderdaad. Okay, wat ook wel leuk is dat alle drivatars van Forza 5, ja, die zijn gewoon overgezet naar Forza 6. Ik zie, ik denk niet dat we ze gamertag moeten noemen, maar ik zie een bekende figuur daar ergens tussen. We zien Wouter rijden. Who cares, wie ziet wie het is. Dus Wouter rijdt mee, maar ook Cheert rijdt mee. Het is wel, wel grappig. Zonder dat die gasten Forza Horizon had geen drivatars, toch? Of wel? Nee, volgens mij niet. Nee. Nee, dan heb ik ook. Ze zijn mij niet zo snel tegengekomen. Heb je nooit Forza 5 gespeeld? Nee, maar ik heb ook niet heel veel mensen op Xbox Live. De game nooit online, dus vandaar dat je mij waarschijnlijk niet zal zien. Hey, die nachtraces, is het puur grafisch of zit er nog wat? Want ik neem maar dat regenraces natuurlijk de grip veranderen en dat soort dingen. Ja. Het is zowel cool als niet zo cool. Omdat, er zitten nachtraces in en dat is leuk. Ja. Het is alleen 0,0 dynamisch. Ja. Dus het is of gewoon midden op de dag of het is 's nachts zoals nu. Je zal nooit een zonsopgang of een zonsondergang zien. Dat is toch wel een soort van jammer. Kan je dan wel op elke track een dag-nacht regelen? Nee, dat zit dus ook niet in elke track. Dus dat is ook wel een beetje een ding. Zijn het veel tracks waar het kan? Of? Laten we zeggen de helft. Dus 20 stuks of zo. Oké. En dat geldt ook voor de regenraces. Doe het gas aan de kant. Als je iets doet, doe nou even die moeite om naar 100% te tillen, al je concurrenten doen het ook. Precies, ja, zoiets inderdaad. Maar vooral, waarom maak je het niet dynamisch? Weet je? Waarom kan het niet in de race gaan regenen? Ja. En dat is heel suf. Weet je? Helemaal, dus of het is prachtig weer, of het komt echt met bakken uit de hemel pleuren. Helemaal de afgelopen tijd natuurlijk, dat gaat niet in elke race zien, niet in het echt, ook niet die verandering. Maar we hebben de laatste tijd zoveel games met bijvoorbeeld een Witcher, Metal Gear Solid. En niet dat het dezelfde soort games zijn, maar daar hebben we zo mooi dynamisch weer gezien. Ja, maar kijk naar Project Cars, kijk naar Drive Club, die heb ik net wel gewoon. Is de Drive Club ook dynamisch? Ja. De regen Drive Club is zo mooi. Zeker. En de regen in Forza is ook prachtig. Al moet ik wel zeggen, dat is een klein nadeeltje. De ruitenwissers die gaan aan natuurlijk. Ja. En hij pakt niet zeg maar elk druppeltje mee, die ruitenwisser. Dat is geen upgrade die ik kan kopen voor echt geld. Dat is al bijna af. Maar dat is een beetje irritant. En wat wel cool is dat soms dan regent het zo... Nee, dat is niet waar. Het regent altijd zo hard dat er aquaplaning kan optreden. Oh, dus er komen echt plassen op de weg te liggen. Ik kan niet lullen en reizen tegelijk. Terugspoelen. Dat is mooi voor Forza. Hey, dat vond ik trouwens wel. Ik vind het terugspoelen, dat is voor mij echt ideaal. Dat is ook een van de dingen die ik Forza Horizon heel leuk vond. En dat zou de reden zijn dat ik deze game bijvoorbeeld boven een Drive Club of een Project Cars verkies. Want ik weet dat het is een beetje voor mietjes, die terugspoel shit. Maar ik vind niks kutters dan aan het einde van een epische drie rondes lange race. Even van de baan afgetikt worden in de laatste bocht. En dan denk ik van gast, ik heb nu gewoon 3 rondes van mijn leven verspild. Al had ik het leuker gevonden. Als, kijk, want je krijgt nu de optie van, joh, wil je die terugspoelfunctie helemaal uitzetten? Ja. En dan krijg je wat extra credits, weet je wel, aan het einde van de race. Ja. Maar het zou tof zijn geweest als Turn 10, de ontwikkelaar, had gezegd van, je mag hem ook 1 keer gebruiken. Weet je, dan krijg je een soort van half meer credits of zo. Ja, of dat je een bonus krijgt als je het niet gebruikt, maar dat zoiets inderdaad. Dus nu... Ja, weet je, zit ik af en toe ook van, ja, zal ik hem wel uitzetten of niet? En het is precies wat je zegt, in de laatste bocht of zo, is het zo kut. Ja, maar aan de andere kant is het natuurlijk wel, het is wel badass als je hem zonder rewind. Gewoon, dus absoluut. Maar het zou toch tof zijn als je hem gewoon 1 keer kan gebruiken of zo, zonder... Nee. Hoeveel auto's? Meer dan zelf, 200 plus. Heb je al een beetje met die designer lopen spelen? Ik weet dat vroeger in Forza al een wijs ding was. De meest mooie liveries, kun je het uitspreken. Ja, er zit best wel een hele community achter Forza altijd. Die daar heel druk mee is. En ik zag nu zelfs al dat review gasten dus ook al heel druk ermee waren. Want als ik een nieuwe auto koop, krijg ik echt een shitload aan skins. Cool, gaan we even kijken. Dat is wel tof.
Dus ik denk dat het ook wel met Forza 6 goed zit. En het is inderdaad super makkelijk om zelf een bak in elkaar te zetten. Zit er een rare auto's in? Ik weet dat de Warthog uit het hele Warthog... Nee, dat heb ik niet gezien. Nee. Ah, jammer. Er zitten wel echt een paar hele tricky auto's in. Weet je, vooral die wat oudere bakken en zo. Dan moet je dan ook vooral die showcase events in rijden. Dat welke was de supercars erin? Zitten er Zonda's in en dat soort dingen? Ja. Vet. Pagani's, yep. Tesla's? Ferrari's, Lamborghini's. Tesla volgens mij niet. Het zijn geen echte auto's, hè? Het is elektrisch, hè? Ja. Dat hoort niet. Ik lul echt wel uit mijn nek. Ik heb geen eens een rijbewijs en nog nooit een auto zelf achter het stuur gezet. Heb je nog nooit gereden, hè? Ook niet stiekem een keertje? Nee. Vroeger of zo? Nee. Nee, ik had het toevallig, ik had het van de week thuis erover. Ja, ik wil op vakantie naar Amerika en moet eigenlijk wel een rijbewijs hebben. Ja, zeker. Ja. Ga ik dan een rijbewijs halen puur om naar Amerika op vakantie te gaan? Dat is wel bij de hand. Ik denk het goedkoper om lekker alles met de taxi en met de Uber daar te doen. Ik ben veel aan het Uberen. Uber is zo chill. Uber is fucking awesome. Ik heb het ook in Los Angeles gebruikt. Dat is echt shit. Ja, nou, mooi. Maar helaas geen supercars in de Uber. Het zal mooi zijn. Hoeveel nieuwe tracks? Zit er nog gekke nieuwe tracks? Wat is jou opgevallen aan de nieuwe tracks? Laat ze over al die menus door. Ik ben wel benieuwd wat er aan content allemaal in zit. Het ding van Forza 5 was een beetje dat... het was een van de beste launch games voor de Xbox One. Ja. Maar de content ontbrak nogal. Ja. Dus er zaten heel weinig tracks in, een beetje te weinig auto's. Al moet ik wel zeggen dat zoveel auto's heb je niet nodig. Nee. Maar die tracks zijn wel heel fijn en later hebben ze dat nog een beetje rechtgetrokken met wat DLC, wat free shit. Dus dat was wel cool, alleen dat hebben ze wel echt rechtgetrokken in Forza 6. Er zit echt meer dan genoeg content in. Dus inderdaad meer dan genoeg tracks en auto's, maar ook gewoon events en zo. Weet je, die singleplayer is echt super uitgebreid, hier heb je veel ruimte. Dus je kan zeggen van nou, ik wil deze races in een hatchback rijden, wat ik dus doe. Ja. Maar je kan ook zeggen van nou, ik wil het in een sportauto doen of weet ik wat. En dan blijven het dezelfde races. Cool. Maar dan pak je gewoon een andere autoklasse. Dus daar ben je helemaal vrij in. Dus ze hebben wel echt geluisterd naar de minpuntjes van 5. Dat is wel echt heel fijn. Moest ook wel, want ik weet dat die game, ondanks dat het inderdaad destijds wel aangeschreven stond als de beste launch titel, was er vanuit de community zoveel kritiek op Forza 5. Absoluut. Het was toen echt nieuws hoe kut die microtransactions waren. En... Ja. Weet je, ja, iedereen zei van ja, het is een mooie game, framerate stabiel, graphics mooi scherp, het is echt wel een showcase voor de Xbox, maar dit en dit. En ik weet sowieso, zeker met de launch van de Xbox One, dat Microsoft een hele agressieve DLC en microtransactiestrategie had. Toen ook die Panzer Dragoon-achtige titel waarvoor je moest betalen, maar die gewoon nog steeds helemaal door spec van microtransactions zat. Killer Instinct was natuurlijk wel free-to-play, dus dat is wel netjes. Maar dat is ook, ze probeerden zo erg op allerlei manieren microtransactions te pushen. Ik heb het idee dat Microsoft daar wel beter in is geworden. Misschien was het nog een beetje ook in lijn met Always Online en weet je wel, die stijl. Maar, waarschijnlijk ook een beetje kijken waar ze mee wegkomen. Nou, hier kwamen ze duidelijk niet mee weg en dus hebben ze op terug moeten komen. Yep. Maar ik heb wel het idee dat Microsoft daar nu... Dit is wel cool ook dat we dit kunnen laten zien. Elke keer als je een race wint, krijg je experience. Ja. En als je level up gaat, dan mag je een draaibeurt. Zonder context is deze zin zo raar. Gefeliciteerd, je mag draaien. Elk coureursniveau neem je een draaibeurt op. En, ik weet dan van Forza Horizon 6, Horizon 2 dat een Wheel of Fortune shit is. Maar dat is heel raar verwoord. Dus daar gaan we. Geef dus als je fucking muscle hebt, dan pak je gewoon die Reventon, die Lambo. Dan gaan we graag juichen als we dat krijgen? Dan gaan we juichen, ja. Als we die krijgen... Nee. Zeg maar stop. Stop. Ja, ik wist niet hoe lang die nog door zou gaan, hè. Dus ik kon niet op inspelen. Ja, het is ook best wel oké. Dit is dus een modpack van 150.000. Ja. En dan kan je dus weer andere dingen kiezen. Ja, krijg je nou ook die credits of is dat gewoon de waarde van het modpack? Dat is de waarde van het modpack. Ah. Dus die kost 150.000 om normaal gesproken. Maar kan je dan ook verkopen? Of wat heb jij om... Ja, je kan ze ook weer verkopen. Als je dan zegt van ik heb er niks aan, dan... Het is wel nuttig dat ze die waarde ook laten zien. Ja, zeker. Cool. Ik zal even terug naar het menu gaan, even wat, ja, ik wat wil even content weten, laten zien. Ja, even een rondje door alle auto's, een rondje door alle tracks. Voor wat mooie skins, en dan misschien nog even een superauto rondje rijden in de regen. Oh ja, dat kunnen we inderdaad zeker. Sowieso nog even doen. Goed, dus dit is weer het... Verhalen van de autosport. Fantastische menu. Vormgeving is strak hoor. Zeker. Weet je, de hele presentatie van die game ook, als je een nieuw event kiest of zo, dan krijg je een super gelikt filmpje met stilstaande beelden en slow-mo en vet. Camera die eromheen draait. Het is echt super mooi. Ik vond die trailers ook wel erg indrukwekkend. Dit, natuurlijk sowieso, autogames zijn ideaal voor trailers. Je kan er zo ook een mooie shots uit halen, maar dat weten ze ervoor, ze weten dat wel heel goed. Zeker. Hé, daar hou ik van, die gekke supercars, dit soort shit. Die BSC Mono inderdaad. Ja. BMW'tjes. Ik had mazzel, jongen. Bij de allereerste draaibeurt won ik deze meteen. Nice. Heel nice.
Dat is echt super massa. Misschien hè, er zijn genoeg van die games die dan expres aan het begin even om je lekker te maken meteen heel veel shit geven. Dat zou best wel dit kunnen zijn hoor. Zeker, maar Joe, ja. Die was ook aan het spelen ja. En die kreeg fucking 5000 kwaad. Oh, ja, dan, die voelde zich helemaal dan gemaakt. Was het wel heerlijk. Wat vond Joe van die game eigenlijk? Of heb je niet gesproken? Net zoiets als ik. Ja. Eigenlijk een beetje hetzelfde, het is heel vet, alleen... Voor mensen, Joe is de... ja. Joe schrijft voor Gamer.nl, maar hij schrijft ook voor Autoweek. En Joe is denk ik vanuit de hele Nederlandse game-industrie wel degene die het allermeest auto-nerd is. Ja, zeker. Hij doet ook de Formule 1 verslaggeving van nu.nl en dat soort shit, weet je wel. Gast weet alles van autosport. Zo, holy shit. Gast ook helemaal verliefd op auto's. Dus ik, ik ben autofan, maar hij is een overdrevende trap, ja, absoluut. Er zit ook echt van alles in, weet je. Ook echt een beetje van die NASCAR-achtige shit. En van IndyCars, weet je, Formule 1. Vet hoor. Een fucking Hummer. Omdat het kan. Precies. Er zit echt meer dan genoeg auto's in. Heel echt, vet. Ik bedoel, kijk. Oh, jezus. Ik zal er even... Het zijn er echt wel een hoop. Ja, dat is nice hoor. Allemaal volledig aan te passen, neem ik aan. Ja. Cool. En ook allemaal in, dat zal ik ook even laten zien. Schademodel? Natuurlijk. Schademodel, een beetje. Ah. Wat ik bijvoorbeeld echt een hele vette auto vind, is de GTR natuurlijk. Je hebt ook Fast and the Furious gekeken. Nee, maar niet daarom. Oh. Goed, Forza Vista, dat is, ja. Weet je, dit is zo vet gewoon. Ik bedoel, dat je... Zit er weer die shit in dat je met de Kinect door me heen kan kijken, of heb je niet geprobeerd? Want niemand heeft zijn Kinect niet geprobeerd, want ik heb mijn Kinect niet aangesloten. Dus hier kan je helemaal om die auto heen, maar je kan hem dus hier ook een andere kleur geven als je wil. Ah. Weet je, dus dat kan meteen. In plaats van dat je echt naar die garage toe moet en dat kan je ook met je banden lijkt doen. Lijkt een beetje de E3-villa dit, toch niet? Dat weet ik. Precies, ja. En je kan natuurlijk instappen en kijken overal. En ja, dit is puur kwijlen, ja, dit is awesome. Vet hoor. Zo tof dat het er weer in zit. En bij sommige auto's krijg je dus een heel cool lulletje van James May. Of, doe eens een stapje terug. Dus op X. Explode? Ja. Ah, jammer. En dit is gewoon het... Waarom doet hij de achterkant niet open? Ik had al echt gehoopt dat hij ze allemaal tegelijk zou openen. Volgens mij kan die wel open, toch? Nee, die kan niet open. In de motorkap dan? Onvoldoende. Ah, het licht kan wel. Nee, die motorkap kan inderdaad niet open. Dat is wel een beetje wack. Ah, ik had gehoopt dat hij zo mooi... Nou goed. Hey, nachtrace, bolide, tracks, zou ik ook tracks? Ja hoor. Dan moeten we gewoon even een single race doen. Ja hoor. Nee. Ik vraag me wel echt af wat ze, zeg maar, het kritiek naar vorig jaar was dan te weinig content en te weinig dynamiek en dat soort dingen. Nou, ja. Dat hebben ze dit jaar opgelost. Ik ben wel echt benieuwd als ze nu, volgend jaar wordt natuurlijk Forza Horizon 3. Ja. Moet wel. Ik ben echt wel benieuwd wat ze voor Forza 7 nog gaan doen. Ik heb wel een soort van hoop met wat ze dan gaan doen. Dat ze zich gewoon eens keihard gaan richten op de physics van die game. Ah ja, dat zei je in je review. Ik bedoel, weet je, het ziet er grafisch fantastisch uit. De presentatie is gruwelijk. Het is autoporn to the fullest. Alleen... Als je hem vergelijkt met een zekere andere race game. Project Cars, oh shit. Is het een beetje achterhaald? Ook omdat Forza, het is altijd wel een beetje arcade geweest. Maar Forza Horizon is echt arcade. Ja. Weet je, en dit is meer de simulatiekant op. En laat dat dan ook zien in je physics of zo, weet je. Ik heb nog steeds stiekem hoop dat ze gewoon volledig weer, dat ze een nieuwe Project Gotham Racing gaan maken. Ja. Ja, dat is dan dat is super arcade, maar dat vond ik juist vet om door die bocht heen te driften. Ja. Terwijl je aan het driften was of een binnenbochtje overnemen. Ja. En nogmaals, ik kan 1000 keer zeggen, ik ben niet een racegame fanaat, maar ik heb zo fucking veel eerst Metropolis Street Racer, toen Project Gotham Racing 1, 2 en 3 gespeeld. Ja. Gewoon puur om die gameplay. Midnight Club was ook fantastisch vroeger. Fucking racegames. Maar goed, dit zijn alle locaties eigenlijk. Want hierin kan je dus verschillende circuits weer kiezen. Weet je, oh jezus. Variaties erop. Ja. Dus dit zijn echt alle locaties. Had ik gezegd, het is echt meer dan genoeg. Niet echt rally dingen, hè? Nee, geen rally dingen. Wel ook weer die Top Gear track natuurlijk, dat is wel een beetje een gekke track. Maar voor de rest had je alle grote zitten erin, Road America. Laat je lievelings regenraces zien. Ik weet niet of we Laguna Seca en de regen kunnen doen. Nee. Laat je ene favoriete track met regen zien. Ja, typisch. Kunnen we deze Le Mans. Avond. Regen. Kijk. Maar kunnen we ook dan deze doen in de regen? Ah, yeah. Doen we deze. Oh, dat ziet wel vet uit, hoor. De screenshot, joh. Een ronde is lang zat, inderdaad. Fuck it, let's go. Kan je die 24 uur van Le Mans spelen als die event? Ja, natuurlijk. Ja. Gigantisch lang. Heb je gedaan? Nee. Nee. Ik heb hem ook in Project Cars niet gedaan. Nee, ze is geen trofee. Ik heb hem wel ooit in... Er is geen trophy of achievement voor. Ja, volgens mij wel. Hoezo heb je geen platinum in Project Cars gewonnen, joh? Weet je hoe moeilijk? Nee, maar echt, bijna niemand heeft die fucking platinum. Ja, excuses, Florian. Hoeveel platinums heb je?
57. Wat? Ik dacht dat je 7 ging zeggen. Nee. Fucking veel. Ga je met een keer platter malen? Nee. Denk het niet. Elke missie S-rank. Nee, ik denk het niet. Elke missie S-rank. 7, weet je hoeveel platinum ik heb? Ja. Wauw. Maar speel een of andere game waar je platinum aan. Ja, maar... Het verrijkt je leven. Ik weet het. Ik was op een gegeven moment Bloodborne van plan. Ik was met Dark Souls van plan. Ja. Ja. Maar ja, weet je, op een gegeven moment... Ik heb zo vaak dat ik dan op 75% van de trophy zit. En dan zeg ik, oké, je moet nog even alles op 100% halen. Dus ik kan nu ook gewoon iets nieuws spelen. Weet je hoeveel games ik heb? Zeker. Weet je hoeveel games we allebei waarschijnlijk hebben? Zeker. En misschien, Metal Gear zit er gewoon zo lekker in, maar er zal ook weer online shit bij zitten. Dat is ook altijd vaak. Ja. Als er multiplayer trophies zijn, ja, dan ben ik er niet zo fan van. Inderdaad. Behalve in race games, dan doe ik het. Goed, The Rain. Het regent lekker. Ik weet dat het tegen al die principes ingaat, maar kunnen ze ook wat andere camera standpunten zien om de regen een beetje... Zeker. Oké dan, kijk het. Het regent niet een beetje, het is... Maar dat zeg ik, het is of prachtig weer, of het regent zo hard echt. Het regent nooit een beetje. Ja, ik zou het wel, als ze gewoon een beetje laffe regenbuikjes erin hadden gedaan en het was niet dynamisch, had ik misschien dat nog wel kutter gevonden, denk ik. Ja, maar er is dus ook... Er is dus ook altijd aquaplanning, zeg maar. Ja. Weet je, dus het ziet er zeker gaaf uit. Snap je die druiventars dat een beetje? Wat, dat het regent? Ja, dat het aquaplanning is. Ja. Al maken ze wel fouten ook, weet je, en dat is juist zo tof aan die drivatars. Misschien, bedenk me, dat hebben ze die dynamische weershit er ook wel niet in vanwege die drivatars. Dat drivatars die niet geavanceerd genoeg zijn om rekening te houden met regen. Zou kunnen, ja. Ik ben geen programmeur, misschien is dat zo te fixen. Ja, weet je, als ze het in een race kunnen doen, dan kunnen ze het toch ook een soort van dynamisch doen. Ze kunnen toch gewoon een soort van die knop omzetten. Desnoods doe je het met een pitstop. Ja. Weet ik veel, er zijn wel dingen voor te verzinnen ofzo. Goed, dat zijn typisch van die vragen die ze wel zo graag aan zo'n turn 10 willen stellen. Maar je weet dat je in deze industrie toch alleen maar het antwoord gaat krijgen. Ja, we focussen nu meer op standaard. Het is een hele mooie feature, we denken er zeker over na. Maar daarom, ik vind het ook nooit echt heel leuk om interviews te doen. Dat zijn altijd van die standaard dingen. Ja, ze hebben een paar dingen die mogen ze dan zeggen. Soms verspreken ze zich en dan heb je geluk. Hoe? Aquaplanning. Oh, aquaplanning. Ah, het gevoel van snelheid is wel echt groter door die regen die op jou vliegt. Dat is wel gaaf hoor. Vol gas. Je gaat zo die bocht uitsturen. Je gaat zo die bocht uitknallen, Florian Houtman. Lekker een lang stukje. Zeker. Hier deze. Je doet gewoon vol gas. Oh shit. Oh, lekker. Hoop. Een stukje verder nog. Vet. Ja, die volgende bocht wordt hem. Ben je nou bijna iemand aan het lappen? Nee, dat is nog een nummer 1 volgende. Ik zit net aan de rondes te kijken. Ik zei het toch? Yep. Ik zit net aan de rondes te kijken. Goedemorgen. Tijd voor koffie. Tijd voor koffie? Het is het einde van de dag. Ja, nou, misschien daarom ook wel. Hit the brakes! Oh my god. Ik zei het toch! 3 keer terugspoelen. Kom op, Florian. Move back. Ik redde het niet. Krijg je nog extra shit als je Forza 5 en Horizon en dat soort dingen hebt gespeeld? Ja, je krijgt wat, wat autootjes in de naast. Nice. Dus hij zag het zelfs van Horizon en van Forza 5, maar ook nog zelfs ook Forza 4? Cool. Weet je wat ik tof zou vinden? Als ze nogmaals, ik ben echt een totaal niet aangewezen persoon om hierover te oordelen, maar als ze naast Forza... Normaal en Forza Horizon nog een derde serie zou doen. Of dat dan rally zou zijn of een stadracer à la Project Gotham of zo. En dat je dan misschien niet die moeheid hebt van. En natuurlijk, dit jaar waren er dingen om te verbeteren, maar misschien dat je dan voorkomt dat het volgend jaar echt saai begint te worden. Ja, dat zou kunnen inderdaad. Ja. Dat zou kunnen. Ik wil zeggen, nu hangt deze er een beetje zo tussenin of zo. Want als je echt... Het is meer een goedmakertje. Ja, maar als je ook echt simulatie wil, dan pak je die andere race game. Ja, natuurlijk. En als je echt arcade wil, dan pak je Horizon. Weet je wel? Dus deze pak je als je echt gewoon die typische autoporno wil gaan. Zijn inmiddels meer Forza's dan Gran Turismo's, hè? Ja. Ja, hoe zit het met Gran Turismo 7 inderdaad? Ja, het schijnt al gewerkt te worden. Ja. Tokyo Game Show? Nou, denk het niet. We hebben al zo lang niet zo van Polyphony gehoord. Eens. Ik hoop het, zou tof zijn. Dat is ook zo te kloten, wat ik zeg. Lullen en racen tegelijk, dat gaan we niet zo goed af. Ik heb trouwens al heel lang geen Gran Turismo gespeeld, maar moet je nog steeds gas geven door op X te drukken? Dat kan, maar het hoeft niet. Je kan het dan gewoon op je trigger. Ja, maar wat is standaard?
Ja, in Gran Turismo 5 stond die standaard nog steeds op kruisje vierkantje. Dat is grappig. Dat is echt die oldschool. Ja, maar dat was PlayStation 3 en die had ook drukgevoelige X volgens mij. Ja. Japanners. Yep. Het zal godswonder dat de controls in Metal Gear voor het eerst fatsoenlijk zijn. Oh ja? Ja, 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 precies. Heb je Ground Zeroes gespeeld? Ja. Ja, dan weet je dat het eindelijk een beetje te bedienen is. Inderdaad. Oh. Jurjen hier op de redactie zei ik wil nu alle Metal Gears gespeeld. Sterkte met 1 en 2 qua controls en hoeveel knoppen je vast moet houden om überhaupt je gun te readyen. Zo'n halve claw grip om alleen maar je pistooltje omhoog te houden. Precies, ja. En lekker filmpjes gaan kijken in Metal Gear 4. Ja, dat vond ik zelf te gek, maar... Dat vond ik ook wel leuk hoor, maar je had veel haters erop. Als je nou niet zo YOLO in die ene bocht was geweest, had je nu eerst gestaan voor ja, je aanhoud. Zeker. Beetje afsnijden inderdaad. Hey, maar Forza, geen concurrentie dit najaar? Nee. Helemaal geen andere race games? Nee, niet echt. Ja, dus, niet echt, ook geen arcade racer of zo. Het is echt, niet als, je, als jij... Oh, tuurlijk! Wel gewoon concurrentie. Maar is dat echt concurrentie? Nou, weet ik niet. Ik weet niet, ik heb het nieuwe niet helemaal niet gespeeld, maar ik heb wel die. Er zit er geen circuit in, hè? Dus het is sowieso nee, dus compleet dat is gewoon straatracen en dat gaat weer echt een beetje terug naar die underground-stijl. Dat je dus echt met pimpen en weet ik veel. Ja. En dat kan je hier wel een beetje in doen, alleen... Laten we dat nog even checken en laten we nog heel even snel kijken welke microtransactions er zijn. En dan hebben volgens mij mensen genoeg laten zien van deze oogstrelende voorzegers. Ja, absoluut. Dit orde. Man, was ik weer helemaal vergeten. Kijk er een beetje naar uit? Ja, zeker. Jij hebt hem al gespeeld, toch? Ja, op de E3 en op de Gamescom. Helemaal niet. Ik vond Need for Speed Underground 1 en 2 heb ik het helemaal grijs gespeeld. Ja, dat gewoon puur gek. Die customization en die drag race. Ik weet nog wel, die demo van volgens mij Underground 2 kwam uit dat ik voor eerst op drag race, dat je precies het goede moment moet schakelen. Ja, ja. Ik had zo fucking die demo, heb ik zo fucking veel gespeeld. Ja, dat is leuk. Upgrade winkel. Ja. Dus hier kan je kan een snelle upgrade doen, dus dan zeg je gewoon van hé, ik wil hem naar het volgende level hebben, zeg maar. Dat gaat gewoon heel simpel. Of je kan het gewoon lekker onafhankelijk van jezelf doen. Nou, wat zijn dus de punten? Die zijn niet die credits, dat zijn... Hoe bedoel je? Nee, die 702, wat is dat? Nee, dat is het level van mijn auto. Ah, oké. Okay, ja. Dus bijvoorbeeld nu gaat hij naar 705, 707. Ja. Weet je wel, dus zo kan je hem echt upgraden en dan kan je ook echt opletten, want als hij op een gegeven moment te ver is, dan zit hij dus in een andere range en kan je je auto niet meer gebruiken. Ja. Dus dan moet je wel echt op letten. Dus dit is allemaal motorisch, ja. Best wel uitgebreid. En je remmen, maar ook je ophanging, je aandrijflijn, je banden, nou ja, bedenk het maar. Vet. En je kan zelfs dus inderdaad een conversion doen, dus je kan er een andere motor of echt een nieuwe aandrijflijn in. Wat gooien. Vet. Dus je kan echt in een Clio'tje kan je een Bugatti Veyron maken. Oh, wat vet. Oh, heel vet. laat die skins eens zien. Als je wil. Voor de populairste of zo. Dat zou waarschijnlijk wel kunnen. Bezig met content ophalen. Dit zijn de designs voor deze auto. Ja. Dus dit is allemaal door de community gemaakt al. Ja. Weet je, die game is er niet eens uit. Vet. Soms zijn we heel simpel hoor. Zeker. Soms inderdaad, je ziet wel echt dat het een soort van het begin is of zo. Ja. Maar het is wel cool, weet je. Dus er wordt zeker al aan gewerkt. Cool. En je kan inderdaad zelf je auto spuiten en ik vind het allemaal. In de lakwinkel. In de lak. En, goed. Cool, microtransactions. Ja, dus dan wil je echt naar de store? Er zit vast ergens een knopje om naar de marktplaats te gaan. Of is dat de automarktplaats? Oké. Dit zijn autopacks, auto's en autopass. Ah, ik zie geen... Vet. Deze mag ik volgens mij gewoon nog gratis downloaden. Omdat ik een pre-order heb. Was dat niet tijdelijk? Oh, whatever. Maar, en dit zijn inderdaad auto's, DLC. Je hebt geen... Maakt niet uit, dat gaat niet zomaar je creditcardinformatie laten zien. En je gamertag is inmiddels al in beeld geweest. VIP. Krijg je nieuwe cars, nieuwe events. Oh. Staat er niet bij wat het kost? Ga eens terug. Hoe bedoel je? Weer hier? Nee, B. Nergens. Nee, het lijkt erop dat ze die. Mooi. Het lijkt erop dat ze in ieder geval die. Ja, lekker bezig. Die domme coin doublers. Precies, maar ik ben het helemaal niet tegengekomen of zo. Normaal gesproken word je al vrij snel lastig gevallen. Volgens mij zag je in dit menu al ergens in een hoekje van bike credits of zo. Shit ja, precies. Maar nee, het zit er niet in. Nou, complimentjes aan Microsoft daarvoor en Turn 10 natuurlijk. Ja. Sowieso prima game. Niet heel veel vooruitgang, maar goed maak je hem vorig jaar. 2 jaar geleden. Ja, dit had eigenlijk gewoon die Forza 5 moeten zijn. Als dit die launch game was geweest voor de Xbox One, wauw.
Ja. Maar nog steeds een hele vette game. Hartstikke mooi. Hartstikke bedankt, Florian. En bedankt voor het kijken. Later.